Helemaal, en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik weet dat het niet zo heel lang geleden is dat ik een Action Shop vlog heb opgenomen. Maar ik ben er dit keer daadwerkelijk geweest. Wat echt drama en ellende was. 20 minuten. Ik dacht, mensen, stel je niet aan. 20 minuten is best lang. Totdat je in de Action bent. Ik was bij het leuke gedeelte aangekomen. Dus zeg maar de hebben dingen en de beauty en weet ik veel wat. En toen was het al tijd om te gaan. En toen dacht ik, maar ik heb nog 4 gangen te gaan. Hoe? Maar ik met mijn zwangere cravings, die heb zo lang bij het schoonmaakschap gestaan. Daar heb ik ook het meest gehaald. Dat, ja, daar gingen de eerste 10 minuten al. Dus ja, 20 minuten shoppen is gewoon heel erg kort. Je hebt niet echt tijd om te twijfelen over iets. Dus ik heb ook bijvoorbeeld de kaarsen overgeslagen. Want ik dacht, ja, ga ik daar staan? En dan denk ik, ruikt het wel lekker? Ja, ik moet het niet doen. Ik dacht, nee, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Notitieboekjes overgeslagen. Want dan wil je alleen maar hebben omdat het leuk is. En niet omdat ik er daadwerkelijk wat aan heb. Ik wilde onder de 50 euro blijven. Want ik had een cadeaukaart van 50 euro. En uiteindelijk ben ik 54 euro en 54 cent kwijt. Dus ik vind dat ik het netjes gedaan heb. Ik ga gewoon beginnen met wat bovenop ligt. En als allereerst zie ik deze placemat. Die was uit mijn hoofd 4,95. En dit vind ik heel erg leuk voor op de babykamer. Ik ben er eindelijk echt serieus mee begonnen om die leuk te maken. Daarom wilde ik ook naar de Action. Want ik dacht, daar ga ik accessoires vinden. Nou, dat viel dik tegen. Maar deze vond ik heel erg mooi. En dat vind ik ook heel erg leuk om op te hangen aan de muur. Er komen ook nog wat lijstjes aan. En ja, de combinatie vind ik gewoon heel erg leuk. Zoals ik al zei, er komt heel veel schoonmaakspul voorbij. En hier hebben we al de eerste. Volgens mij heb ik er ergens nog één. En deze kende ik helemaal niet. Dit is Island Dream. Nou, kunnen we lekker op de wc zitten en doen alsof we toch op een eiland zijn. Hij ruikt heel erg lekker. Oh, excuus. De placemat was 2,50 euro. En dat toiletblok was 1,20 euro. Ik ging zeg maar deze Action shopping sessie in met het idee van oké, dit is de laatste keer voordat ik ga bevallen. Mijn uitgerekende datum is rond 6 mei. Dus dan wil ik gewoon genoeg schoonmaakspul in huis hebben dat ik voorlopig niet hoef te gaan. Nu probeer ik het gewoon een beetje goed te praten waarom ik zoveel heb gehaald. Maar ik nam 2 pakjes van deze doekjes mee. Zoals ik in bijna elke shoplog zeg, dit zijn mijn favoriete doekjes. De XXL variant in Fresh Apple. Maar dit zijn gewoon perfecte dingen voor de kattenbak en dat soort dingen. Gewoon de iets grotere klusjes. Dus vandaar dat ik 3 pakken uiteindelijk heb meegenomen. Oké, ik kan het niet vinden. Ik heb al 3 keer die bon bekeken. Maar volgens mij zijn ze 1 euro per pakkie. Dan op de babykamer hebben we nu natuurlijk een nieuwe kast. Die eindelijk binnen is. De levertijd was zo lang. Maar hij stinkt nog heel erg naar nieuw. Ik heb wel al het kleding gewassen. Dus er komt wel lekker schoon ruikend kleding in. Maar ik kocht ook 2 van deze sterretjes. Dit zijn Winter Edition Cinnamon Gold parfumkaartjes. Geen idee. 60 dagen met echt parfum. Maar dit rookt dus zo lekker. Ik dacht, als ik dit nou even in de kast hang en eentje neerleg, dan gaat misschien een beetje die nieuwe geur eraf. Dus dat ga ik zo meteen gelijk doen. Er waren ontzettend veel geuren, maar ik vond deze echt heel lekker. De Cinnamon Gold. En deze waren 1,50 euro. Dan pedaalemmerzakken. Altijd handig om te hebben. Mijn favoriete allesreiniger, die is bijna op. Zeg maar die roze spuitfles. Als je mijn vlogs volgt, dan weet je dat wel. Ik gebruik dat echt voor alles. Maar ik zag ze niet meer. Gewoon nergens. Maar ineens zag ik dit zakkie met hoe noem je dit? Refill. Hoe noem je dat nou Nederlands? Navulling. Hè? Navulling. Oh ja, oké. Je moet dit in die fles doen en dan moet je er water bij doen en dan heb je dus weer een volle fles. Dan hoop ik dat het hetzelfde effect geeft. Lijkt me wel, maar dat is in ieder geval gewoon deze. En die was 95 cent. Dan nam ik nog 2 paar sokken mee voor Mitchell. Ja, gewoon sneakersokken. Deze waren dan 2 euro voor een pakje en in een pakje zitten dan 3 paar. Ja, 3 paar. Is dit open? Oh nee, is wel dicht. Ik nam Zwitsal mee. Dit is gewoon van die standaard zachte crème. Dit gebruiken we altijd bij Revi na het bad. Ik wist niet dat Action ook Zwitsal verkocht. Het is toevallig op. Ik zag het liggen. Ik dacht, nou, die nemen we mee. Die was 2 euro. Dan jongens, ik blijf het zeggen. Colgate, sponsor mij nou. Ik ben zo fan van jullie. Waarschijnlijk denken ze, we gaan je helemaal niet sponsoren, want je noemt ons letterlijk in elke video. Dus waarom zouden we je sponsoren? Want je doet al wat je normaal zou doen als we je zouden sponsoren. Dus eigenlijk graaf ik gewoon mijn eigen graf.
Zo zeg je dat toch? Ik kocht in ieder geval tandpasta. Deze kende ik trouwens helemaal niet. Maar dat zag er echt goed uit. Heel benieuwd naar. En dit is gewoon dan die standaard. Dus de standaard nam ik er 3 van mee. En die Prodent. Oh, ik snap het al. Ik laat dan ook Prodent zien. En dan denkt Colgate, ja, maar dat willen we niet. Even kijken, de Prodent is €1,39 per stuk. En de Colgate is €1,80 per stuk. En ik nam dan ook maar even een nieuwe tandenborstel mee. Dan ga ik nu even het saaie laten zien. Want dat is volgens mij echt niet boeiend. Ik nam dus nog zo'n blokkie mee van Island Dream. Dan Harpic Active Fresh Tropische Bloemen. Dat is deze. Super lekker. Dan 2 van mijn BFF's. De WC Eend Eucalyptus. Oh mijn god. Ik zou dit gewoon als geurkaars willen hebben. Nou ja, ook weer niet. Want het heeft juist wat dat ik zo uitkijk naar de WC schoonmaken. Zodat ik dit weer kan ruiken. Ik ben echt benieuwd of dat na mijn zwangerschap nog steeds zo is. Want tijdens deze zwangerschap is het dus echt extreem geworden. Dat ik echt behoefte heb aan schoonmaakmiddel. Dat ik soms ook denk, oh, ik heb zin om nu naar het keukenkastje te lopen en gewoon te ruiken. En dat doe ik niet, want dan voel ik me heel stom. Ik bedoel, ik ken niemand die op de bank zit tijdens een film kijken en denkt, oh, ik heb zin in schoonmaakmiddel. Ik heb dat nu dus wel. Iets wat ik dan niet lekker vind, maar wel heel erg nodig vind, is bleek. Laatst dacht ik, oeh, zou ik dit dan ook heel lekker vinden? En toen ging ik ruiken en dacht ik, nee, absoluut niet. Ik nam carpet cleaner mee, omdat wij natuurlijk dat hele grote kleed hebben waar Revy op speelt. En volgens mij hebben we dat nooit echt schoongemaakt. We hebben het wel een keer gestoomd en we doen natuurlijk wel gewoon stofzuigen. Het zou een beetje gek zijn al een jaar dat tapijt niet stofzuigen. Maar ik dacht, misschien is dit wel wat. Dit is van het foamspul. En dat ga ik dan proberen op een dag dat hij bij de gastouder is. Want ik weet niet wat het doet en hoe het werkt. Maar ik dacht, misschien is dat wel handig om een keer schoon te maken. Deze was €1,19. En dan ook nog de Mr. Muscle Toilet Reiniger in de geur Fresh. Ja, je zou maar zonder toiletreiniger komen te zitten. Nou, dan bel je gewoon bij mij aan. En dan heb ik vast wel wat op voorraad, want dit is belachelijk. Volgens mij was die best wel prijzig ook, maar ik ging weer heel goed op de geur. Oh, Mr. Muscle, €1,40. Ook nog kleine pedaalemmerzakjes, want dat vinden we handig voor boven. Weet je wel, voor rotzooi, luiers, weet ik veel wat. Dan kreeg ik laatst zo'n badbruisding van Christina voor mijn baby shower. En die mocht Revy gebruiken in bad. En dat vond hij helemaal geweldig. Alleen hij snapte dus niet dat het uiteindelijk wegging. Dus we moesten hem dat een beetje vertellen van als je het met water doet, dan gaat het weg. En kijk, daardoor heb je nu blauw water. Maar hij vond het zo leuk dat ik er eentje tegenkwam. Ik vond ook nog allemaal andere kleuren, maar ik denk dat hij juist boeiend vond dat het water blauw werd. En ik vond ook deze. Dit is een stargazer. En hij kent nu heel goed het woord ster. Dus ik denk dat hij dit heel leuk vindt om mee in bad te gaan met een ster. Dit ben ik wederom weer met veel te lange uitleg waarom ik iets koop. Die was €1. En die ster die was €1,30. Dan nam ik, like always, kattensnoepjes mee. En dan toch even een heel snel verhaal. Ik wilde nooit een afspraak maken bij de Action. Want ik dacht, ja, ik voel me dan heel bezwaard. Omdat je wat moet kopen. Want als je niks koopt, dan ben je daar zo nutteloos geweest. En iemand anders had in jouw tijdsvlak ook kunnen gaan. Maar jij nam dan die tijd in beslag. Dus ik was echt telkens zo hard tegen mezelf van, nee, gewoon niet. Want En op een gegeven moment dacht ik, maar ik ga letterlijk nooit zonder kattensnoepjes of wc-eend de deur uit. Dus ook al koop ik alleen dat, dat zit wel goed. En toen op het laatst was ik alsnog die kattensnoepjes vergeten. Dus ik dacht echt, oh my god, dat kan ik echt niet maken. Ben ik helemaal teruggegaan. Bij ons ligt het letterlijk helemaal achterin. Die kattensticks, die zijn €1,55 per stuk. En die Temptations, dus deze losse dingen, die zijn €1,87. Dan is hier nog een ding wat ik heel snel ga verstoppen. Want ik wil dat pas wanneer ons balkondeur ooit weer open gaat. Die is kapot. Hij gaat niet open. En ik wil dit gewoon alleen buiten gebruiken. Het is zo'n bubbel machine in een kikker. Want hij kent nu ook het woord kikker. En hij vindt dat helemaal leuk om te zeggen. En die was maar €2,40. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat vinden. Dan had ik tegen mezelf gezegd, je hebt geen hydrofiele doeken meer nodig. Je hebt geen hydrofiele doeken meer nodig. Maar ik kwam deze tegen en ik vond hem zo mooi. En ik ben dol op XXL doeken. En ik had er toch niet heel veel voor de baby. Dus ik dacht,
deze mag ik echt wel meenemen. Zo ziet hij eruit, gewoon met een all-over blaadjes print. Dit was toen het vak waar ik dan uiteindelijk nog maar 1 minuutje tijd had. Ik dacht, ja, ik kan het niet maken om langer te blijven. En die was dan €2,80. En dan nam ik ook nog een boxpakje mee in een super schattige print. En dit zijn van die dingen die je gewoon overal kan kopen voor €15. En hier zie je dan €2. Correctie, €3,80. Maar dat is toch helemaal geen geld. Hij is wel super dun. Maar ik dacht, als hij dan dit aan hebt en dan ook nog een slaapzak om te slapen, dan is het echt wel genoeg. En zoals ik al zei in het begin van de video, ik ging dus voor babykamer accessoires. Uiteindelijk heb ik alleen die placement meegenomen en deze twee mandjes. Want er was gewoon echt niks boeiends. En dit vind ik gewoon hele handige dingen om op de commode te hebben voor poeder, voor zinkzalf, luiercreme, weet je, dat soort dingen. En ik had het op de dag van vandaag nog steeds geen leuke gevonden. En ik vond deze wel lekker simpel. Het enige wat eraan zit is dit labeltje en verder helemaal niks. Dus het zijn er twee. Ik dacht, het is wel leuk. En dan is de commode ook een soort van aangekleed. Want ik baal gewoon zo dat je gewoon nergens gewoon even lekker kan shoppen. De babykamer had anders al lang klaar geweest. Want wat het bij mij is met online shoppen is dan doe ik het allemaal in mijn car. En dan denk ik, oh, ik vind het wel duur. En dan ga ik toch verder kijken. En dan kom ik weer op een andere webshop. En daar vind ik dan weer niks leuks. En nou, lang verhaal kort. Mandjes. €1,95 per stuk. En dat gezegd te hebben was dat het allerlaatste item van deze shoplog. Nu ben ik ook wel benieuwd of jij je herkent in het idee van nee, ik ga geen afspraak maken, want dan moet ik wat kopen. Of ben je gewoon al geweest en je dacht, ja, amahoula, ik wil gewoon de action in en ik zie het wel. Laat het me weten in de comments. Mocht je de video leuk vinden, doe je duimpje omhoog. Vergeet je dan ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei! Mwah!